Breda Nu. Je weet het meteen. Na vier succesvolle avonden waarin verschillende Bredase clubs tot 6 uur 's ochtends geopend waren, is de kans nu aannemelijk dat dit vaker zal gebeuren met meerdere clubs. Omdat er die avonden maar 1 klacht is binnengekomen, zien de wethouders er nu zeker profijt in om clubs tot 6 uur geopend te laten worden. Aan onze vraag wat de inwoners van Breda hiervan vinden. Wat vind je ervan als clubs open blijven tot 6 uur 's ochtends? Persoonlijk zou ik het zelf niet echt trekken, denk ik. Ik weet niet of het echt een goed idee is, want vooral hier in Breda start het meestal toch wel eerder. Ja, voor mij is het niet per se nodig. Ik ben niet zo'n uitgaanspersoon, maar ik snap dat mensen het fijn vinden. Alleen ik zou het wel vervelend vinden voor de buurt hier, want het is altijd wel heel erg lawaaierig en zo. En dat is niet heel erg tof, vind ik. Ik persoonlijk denk dat het wel gewoon goed is, man. Want stel voor je komt van ver, dan hoef je niet meer lang op station te wachten. Dus dan kan je eigenlijk gewoon vanuit de club gelijk weer doorgaan. Aan de ene kant zou ik het wel leuk vinden, omdat ja, je kan langer doorgaan. Maar aan de andere kant werk ik zelf ook in de horeca. En aangezien mijn schoolrooster, denk ik dat wel meer dan 50% van de mensen af gaat haken. En daardoor denk ik niet dat het goed gaat komen, vooral met het opruimen. Want ja, het is natuurlijk wel leuk en aardig en het is leuk om een feestje te bouwen als je er zelf bent. Alleen, mij lijkt het zelf niet leuk om door te werken tot 8 uur 's ochtends, aangezien ik ook gewoon naar school moet. Tot 6 uur 's ochtends? Ik vind het een beetje laat, denk ik. Want dan gaan jongeren zo vroeg over straat, dronken. En ik denk, ja, daar heb je heel veel verkeer die naar hun werk gaan. Mij lijkt het niet verstandig. En jij? Ja, voor mij ook niet verstandig, want meestal gaan de jongeren ook tot 4 uur, 5 uur naar huis. En de volgende dag moeten ze ook gaan werken. En voor mij lijkt het ook niet verstandig. Breda Nu. Je weet het meteen.